Eerst zal de heer Van den Heuvel, voormalig abt en nu administrator van de Pauluscommuniteit, u welkom heten namens de Pauluscommuniteit. En vervolgens zal het Scholakantorum onder leiding van de heer Omen en de heer Wesseling natuurlijk ook een gezang ten gehore brengen. Vervolgens hebben we Kok Gorissen bereid gevonden. En wie kent Kok Gorissen niet? De historica van Oosterhout. Om ons helemaal in te wijden in de geschiedenis van de Paulusabdij. Dan weer een gezang. En om vervolgens over te gaan tot de formele handeling. De overhandiging van het archief aan het regionaal archief en de gemeente Oosterhout. Mag ik nu het woord geven aan de heer Van Heuvel. Meneer de wethouder. Mevrouw de archivaris, dames en heren, broeders en zusters. Ja, het is een bijzonder moment vanmiddag. De overdracht van ons archief aan de gemeente Oosterhout, die het dan onder haar hoede gaat nemen. En zorgen dat het bewaard blijft en ter inzage blijft. Een archief dient om toch de stukken te bewaren die een inzicht geven en wat het leven heeft ingehouden in een gemeenschap. En daarom is het altijd gekoesterd en goed verzorgd en hebben wij ook gezocht naar een goede behoedster en beheerder daarvan. En we zijn blij dat de gemeente dat heeft willen aannemen en het onder haar hoede gaat nemen. De geschiedenis, 15 eeuwen lang, van het Benedictijnse kloosterleven heeft zo zijn ups en downs gekend. Een klooster heeft dus niet de belofte van eeuwig leven. En wij weten dat van de Pauluscommuniteit ook. Wij hebben niet die belofte van eeuwig leven. En wij hebben ons daarmee weten te verzoenen. En kunnen daar goed mee leven. Want voor de monniken die hier zijn, die nu in Teteringen wonen, is een hele goede opvang gevonden. En die kunnen hier rustig hun monnikleven doorzetten. En daar gaat het bij een monnik om, dat hij monnik kan blijven tot zijn laatste snik. Wij heten in Oosterhout altijd de Franse paters. Als je 20 jaar geleden vroeg waar is de Paulusabdij, dan wist geen mens van Oosterhout te zeggen, dan moet u daar zijn. Als je vroeg waar zijn de Franse paters, dan wisten ze onmiddellijk de weg. Dat was niet ten onrechte, die naam Franse paters, want in 1907 kwamen er een aantal Franse monniken naar Oosterhout toe en vestigden zich aan de Hoogstraat. En zijn daar gebleven tot 9 jaar geleden. We hebben niet precies de 100 jaar in Oosterhout vol kunnen maken. Dat hadden we graag gedaan, maar dat was dus niet gegeven. Er wordt over de geschiedenis van ons klooster dadelijk deskundig gesproken. Wij kennen mevrouw Gorissen zeer goed. En ik heb alle vertrouwen in de zin van haar verhaal zo dadelijk. Ik ben benieuwd hoe die zin zal uitpakken. Dank u wel. Bij elke zing een stuk, een paar regels. Eerst wordt gezongen het Veni Creator Spiritus. Het smeekgezang tot de Heilige Geest. Dat we nu ook kennen in de vorm van Kom Scheppergeest, daal tot ons Heer. Hymne uit het getijdengebed van Pinksteren. Afkomstig uit waarschijnlijk de 8e eeuw en nog steeds gezongen op Pinksteren. En als voorbereiding op bijvoorbeeld de vormseltoediening. Ik meen te weten dat het Veni Creator gezongen op de dag is gezongen op de dag dat in Oosterhout het monastieke leven van de Sint Paulusabdij is begonnen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pre-
Dicere paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivos ignis caritas, et spiritualis unctio. Et esciamus da Patre, nosciamus atque filium, Neque utrius, que spiritum, credamus omne tempore. Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis, surrexit a Paraclito, in seculorum secula. Amen. In 1903 stierf Don Baron en zijn opvolger kreeg opnieuw te maken met de wens van de abt van Solem en ook met de abdis van Oosterhout. Van jongens, kom naar Oosterhout, want wij willen graag die twee kloosters bij elkaar. En zodoende werd er een stuk grond aangekocht, vlak bij de zusters, vlak bij u ook. Een onvruchtbaar stuk zand, grond, werkelijk klapzand. Ik bedoel, daar wou niks groeien. Dat kon je zo door je vingers laten kleien. Vlak bij het paardenkerkhof, waar niet zo erg geliefd was. Vlak bij een pleisterplaats van zigeuners, woonwagenbewoners en anderszins, was ook niet erg aantrekkelijk. En vlak bij de wijk De Voorrij. En De Voorrij was, zoals wij allemaal weten, een roemruchte volkswijk in Oosterhout. Waar je allerlei twijfelachtige reputaties aan verbond. Want in 1905, toen stuurde de abt van Solem een jonge monnik naar Oosterhout, Don Bello, architect, met de opdracht om dat daar eens een klein beetje de zaak te bespoedigen. En die jonge architect die nam het werk over van architect Villain. En die bouwde in Oosterhout een wonderschoon klooster, werkelijk een droom van een ding, in baksteen. Daar had hij nog nooit mee gebouwd, maar dat kon hij. En dat werd gemaakt door de firma Martens met de metselaars die in Oosterhout voorhanden waren. En het is werkelijk een prachtig klooster. U kent het waarschijnlijk allemaal, dus ik hoef het niet aan te prijzen. Het is een heel mooi ding. Die abdij die kende een geweldige toestroom aan novicen. Ik ben blij dat u uit die tijd hier heel veel plaatjes langs ziet komen, want het werd een geweldige bloeitijd voor de abdij. Ze groeide, ze bloeide. Er traden uiteraard geen Fransen meer in, maar wel Nederlanders. En al die jonge mannen gaven natuurlijk dat klooster een geweldig dynamisch karakter. Niet alleen op het gebied van spiritualiteit, van religie, van liturgie, maar ook op het gebied van literatuur, van kunst. Vanuit Frankrijk werden er allerhande contacten onderhouden met de Fransen. En zoals u al zei, de Nederlandse elite kon daar gemakkelijk bij aansluiten, want die spraken Frans, dat ging wel makkelijk. Tot zover is het dus echt een successtory. Ik bedoel, 17 mannen komen ziek en arm en berooid aan. En binnen een paar jaar tijd stampen ze een klooster uit de grond, wat zijn aantrekkingskracht heeft en wat in religieus, in maatschappelijk opzicht flink meeblaast. In 1956 bouwen ze nog een grote kloosterkerk, want ja, met die 100 mannen en nog wat kerkvolk, dan heb je plek nodig. En toch, na de oorlog verandert iets in de samenleving. En langzamerhand krijgt dat ook zijn invloed op de Sint-Paulusabdij. Want na de wederopbouw, na de periode van de wederopbouw, dan zie je de verzuilde samenleving afbrokkelen. Hierarchische verhoudingen komen onder druk. In het economisch leven krijg je te maken met schaalvergroting, met industrialisatie, met een snelle opkomst van de industrie, met een stijging van welvaart. En je ziet dat de kerk haar sterke maatschappelijke positie begint te verliezen. Maar er zitten ook zorgelijke kanten aan die ontwikkeling. Niet iedere monnik ervaart die veranderingen als positief.
Een paar verlaten de abdijen om hun leven elders, in of buiten de kloostergemeenschap, gestalte te geven. En dan komen we aan de pottenbakkerij van het klooster. Een pottenbakkerij waar geweldige kwaliteitsproducten gemaakt worden en die bekend is in binnen- en buitenland en die heel veel bezoekers trekt. Maar ook dat kan toch het tij niet helemaal keren. En hoewel iedereen hoopt dat het een dipje is en dat het klooster even wel aan zal trekken, gebeurt dat ook eigenlijk niet en wordt die communiteit steeds kleiner en grijzer. En naarmate dat gebeurt, wordt het ook moeilijker voor jonge monniken om aansluiting te vinden. En zo wordt tegen 2000 de realiteit onder ogen gezien van wij zullen geen nieuwe aanwas meer krijgen. Eigenlijk streven we daar ook niet meer naar. En zullen wij dus, zoals wij nu zijn, verder moeten. In eerste instantie is nog geprobeerd om te kijken, kunnen wij niet in ons eigen kloostergebouw blijven? Al dan niet samen met anderen. Kan er niet aangepast worden, zodat we hier kunnen blijven wonen. Maar dat bleek toch technisch heel erg moeilijk te zijn. En dan kwam optie 2, dat is, wij willen als communiteit samen oud worden, bij elkaar blijven. Maar dan moeten wij een plek zoeken waar dat kan. En dat is godzijdank hier gebeurd. En ik heb het idee dat u hier altijd heel gelukkig en verzorgd bent geweest. En het tweede probleem wat daaraan vasthing aan die optie, dat was dan de gebouwen. Dan zitten wij hier met gebouwen, met landerijen die wij toch in goede handen willen achterlaten. En na een behoorlijke zoektocht is Chemin Neuf uit de bus gekomen. Chemin Neuf, een religieuze gemeenschap uit Frankrijk. Nieuw uit Frankrijk, dus die oude banden worden toch nog een beetje aangehaald. En die zijn sinds 2006 bezig om die Paulusabdij weer tot een levend centrum van religie, van godsdienst, van geloof te maken. En dat lukt ze aardig. In 2006 zijn dus de laatste 17 monniken deze kant uitgekomen. De jongste was 55 en de gemiddelde leeftijd was 78. Behalve zo'n verhuis moest er natuurlijk nog veel meer geregeld worden. Ik bedoel, u had heel wat kunstvoorwerpen in huis, die zijn voor een deel naar het Katharijnenconvent gegaan. De bibliotheek is gebleven waar die was en vandaag werken wij dus het volgende af. Het rijke archief wat overgedragen wordt aan het regionale archief in Tilburg. Iets waar wij met z'n allen heel erg blij mee moeten zijn, omdat daarin toch de rijke historie van de Paulusabdij ligt opgeslagen. En ik ben er zeker van dat het in Tilburg in goede handen is en dat het daar goed verzorgd zal worden. Sowieso de heer Wesseling bedanken en het Scola-kantoor voor de leiding. Het was prachtig. En ik wil de heer Peters naar voren roepen en de heer Van der Heuvel om eigenlijk de akte te ondertekenen waar we eigenlijk ook voor vandaag bijeen zijn. Waarmee we bezegelen dat het archief veilig wordt ondergebracht in de archiefbewaarplaats in Tilburg. En dan mag ik iedereen houden. Ik wil namens de gemeente Oosterhout, en dan bedoel ik de mensen in Oosterhout, meneer Van Heuvel, u niet alleen een groot compliment maken, maar ook hartelijk danken voor de wijze waarop u de opgave van Benedictus, waar het gaat om de zorg voor het archief, u ter harte hebt genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u dat gedaan heeft. En ik zal dat straks nog met een enkel voorbeeld toelichten. En ik kan me herinneren dat er toen een aantal mensen, samen met Jan, professor Van Dam, professor Bredero, medievist, bisschop Ernst en nog enkele mensen hebben gekeken naar de bibliotheek en tot de conclusie zijn gekomen dat die vooral bij elkaar moet blijven. Maar tegelijkertijd is er aan gewerkt om de unieke brondocumenten te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. En zo is het nog steeds. Om aan te geven dat de zorg voor het archief niet op zichzelf staat.
maar dat die veel verder reikt. Ik vind het een eer en toch ook wel een verplichting waar ik wat nerveus van word, dat wij ons als gemeente mogen ontfermen over uw archief. Het is niet zozeer dat het wordt overgedragen, ik voel het ook dat het aan ons is toevertrouwd. En met name dat vertrouwen, dat schept verplichtingen en die zullen wij heel graag nakomen. Ik durf dat te zeggen, omdat ik weet dat dat archief in de goede handen terechtkomt van twee vakvrouwen hier aanwezig. Nicole Heijne van de gemeente Oosterhout en Yvonne Welings van het regionaal archief Tilburg. Samen met hun directeur Gert-Jan de Graaf, ook hier aanwezig. Ik denk dat dat illustreert hoe belangrijk het is dat wij zuinig zijn op onze geschiedenis. En nogmaals, ik wil u een groot compliment geven voor de wijze waarop u het verleden hebt veiliggesteld voor de toekomst. Ik dank u wel. I'm so weak.